Laten we eens kijken wat voor pijpje je daar hebt. Ja, hey, lekker pijpje. Nou, dan kun je lekker een jood meppen. Hey Luc, kijk eens wat daar staat. Kun je beter Otto waarschuwen? Goedemorgen mevrouw Iversen, uw Wiener Melange. Wat ziet u er weer betoverend uit vandaag. Rosa staat u zeer goed. Wat heeft u toch voor mooie blauwe ogen. Het is als kijk ik in de diepste zee. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Denn böse Menschen haben keine Lieder. Schiller. Ik moet je even spreken. Ik ben bezig. Mevrouw, meneer, wat zal het zijn? We hebben alles, behalve het eeuwige leven. Die honingkoek is zo vers, die vliegt zo van je bocht weg. Twee koffie. Ja, in de kürze ligt die würze. Het is belangrijk. De bestelling is belangrijk. Hey Ant, geen geintjes, hè? Anders tremmen we die kop van Jeroen. Doe even normaal, Luc, even. We waren toch gabbers vroeger? Er is wel wat veranderd. Vind je ook niet? Wees blij. Wat hadden wij vroeger? Niks. Wel werkeloosheid, crisis, maar niks om voor te knokken. Oh nee. Nee. Volk en vaderland, koop het blad van de Nationaal Socialistische Beweging. Volk en vaderland, Nationaal Socialistische... SP, trek ze door de plei. Heil Hitler! Kunnen Sie mir sagen, wo das ist? Dieser Eissalon? Ja, maar natuurlijk, een vergenügen. Aber wat moeten Sie da? Dat is een Joodse zaak. Judis? Na und? Jawohl! Jawohl! Voorzichtig, klerenstreek, Hans! Blijf met je poten er vanaf! Dat je bezit geworden bent is erg genoeg, maar je komt niet aan die ijssalon. Nee, waarom niet? Je hebt er zelf tonnen ijs gevreten. Joods ijs! Dat is de wurggreep van het Joodse kapitalisme. De wurggreep! Hé joh, dat plakkaat is officieel! Ophouden, bitte! Mens, wat een lärm! Hoe moet dat met mijn klanten? Jongens, ga irgendwo anders spelen, ja? Ja, maar... Luc, waarom moet dat juist hier? Vanwege dit! Hé! Hey. Gustav! Gustav! Otto. Mensch, wie kommst du denn hierher? Ich bin auf der Durchreise, ich habe Urlaub. Ich hatte nie gedacht, dich jemals wiederzusehen. Du siehst gut aus. Ja, du auch. Na, gibt's noch Pflaumenkuchen? Ja. Und wie? Komm rein, komm. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Du in Amsterdam. Ja. Ich kann es kaum glauben. Doch keine Möglichkeiten? Nee, ist aber Gabba von meinem Schneeweiß. Wie bist du gekommen? Mit dem Zug? Nein, mit dem Wagen. Wie lange ist das denn her? 5 Jahre. Im April sind es 5 Jahre. Ja. Und jetzt du in einer Uniform und ich hier. Schau dir das an. Das sah damals noch ganz anders aus. Ich hatte doch das schickste Lokal vom ganzen Kurfürstentum. Von ganz Berlin? Naja, jetzt habe ich eben das schickste Lokal der ganzen Govert-Matzei-Straße. Vandaag of morgen gaat het ruit aan diggelen. Oh ja? Ja. Wie breng jij daarvoor mee? Oh, jongen, in Duitsland zijn er geen Joodse winkels meer. We zijn hier niet in Duitsland. Zeker. Wacht jij maar af. Na, und? Ja, ist jetzt ohne Butter natürlich. Hervorragend. Genau wie früher. Der berühmte schneeweiße Pflaumenkuchen. Brammetje, hoe dat mijn Pflaumenkuchen schmeckt genau als in Berlin. Oi, wat een zegen. Maak me daar. Ach. Je wilt toch niet voelen. Ik verstehe, ik ben ja der Feind. Aber tu doch nicht. Red kein Blödsinn. Gustav, Mensch. Ik snap er geen reet van. Je bent zelfs zo aardig als de neten. Wat zie je toch in al die jidden? Ik zie helemaal niks in die jidden. Nou, waarom klok je dan voor ze? Omdat jullie met je rotpoten van onze rotjoden af moeten blijven. Ja, zo is het. Hoi, Hans. Hier dan. Ja, daar rijdt Trudy. Godverdomme. Beter met hem is met jou. Jouw zuster met een joden. Ze is helemaal niet met hem. Nee.
En straks ramt die gore jit zijn grote besneden snikkel in de grot. Baby's. Ik heb een opname van Mahlers vierde. Oh. Oh Gott, schau dir das an. Das ist die Todi. Geef me van Eisie, Brammetje. Van die zeker? Mensch, bin ich verliebt. Merci. Ist sie deine Freundin? Beinahe. Wer weiß. Man hofft, ne? Trudi, Trudi, ich stell dir vor, das ist Gustav, ein auer Freund aus Berlin. Dag. Guten Tag, het is mein Vergnügen. Du sprichst Holländisch? Wusstest du das nicht? 15 Jahre lang war ich mit meinen Eltern hier auf Vacantia Meer. An See. Hoor je dat? Ben ich doof?